elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Deul, Dodeman de diepte in. Dodeman krijgt hem mee en is eerder bij de bal dan Maus. En in tweede instantie prikt hij raak. 1-0 is het voor Volendam. In de 16e minuut de voorsprong via Nick Dodeman. Hier dit duel gewonnen. En dan de steekpaas die geweldig is. Maus komt er net niet bij. En dan maakt Dodeman dit knap en rustig af. De voorsprong voor Volendam in de 16e minuut. Mooie afdraaiende voorzet. Hens. Ja, binnen. Hij stuitert en komt daarna tegen de handen aan van Betty. Dat is op zich overtuigend, moet je zeggen. Nou, dit is van Kippersluis. Dit is gewoon een prima actie, een goede voorzet. Dan is er de stuit natuurlijk. Het is een beetje slemielig. Je kan hem fluiten. Je kan ook zeggen, ach, daar kon hij niet zo heel veel aan doen. Van Kippersluis, onderwijl en ondertussen achter de bal. Om deze te maken, kort voor rust, de gelijkmaker, prima, ingeschoten. Dat is een heel goede strafschop. Vierde treffer dit seizoen van Kippersluis. Schilder met die vrije trap richting Steenvoorde, daar is hij! En de bal op de paal van Kippersluis. Dan heeft scheidsrechter Stan Teuben gefloten voor het einde van deze wedstrijd. Dan gaat iedereen de warmte opzoeken. Eindigt Cambuur tegen Volendam in 1-1.